Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wil het leesniveau van kinderen verhogen. Onderwijsminister Marie Leven zegt dat begrijpend lezen een probleem schijnt te zijn bij kinderen. En dat baart zorgen. Ze onderkent dat het technisch lezen tot een bepaalde mate wel lukt. Levens wijst erop dat wanneer kinderen niet begrijpend kunnen lezen, zij moeite kunnen hebben met het begrijpen van bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis. Maar ook met redactie en cijferen. Dus we zijn een actie begonnen, een heel programma begonnen. Met deskundigen uit Suriname. Veel verstand hebben van technisch lezen en lezen, begrijpend lezen. En die groep is nou bezig. We gaan ook onze eigen kinderverhaaltjes weer schrijven. Er zijn veel kinderverhaaltjes, maar die kinderverhaaltjes voldoen niet altijd aan de technische eisen. En je moet goed nagaan dat een kinderverhaaltje voor het derde leerjaar of het vierde leerjaar er anders uitziet. Dus laat me dit kort genoeg zeggen. We zijn bezig met een heel programma voor lezen, omdat we lezen echt omhoog willen halen. Minister Levens heeft gisteren samen met haar staf gesprekken gevoerd met het ministerie van Onderwijs van Jamaica. De onderwijsstoppers hebben ervaringen uitgewisseld over de herstart van de scholen. En we hebben een heleboel van hun geleerd. Wat zij hebben gedaan, hoe zij het aanpakken. Ze hebben ook... Scholen, daar zijn al begonnen? Ja, zij zijn al begonnen. Net zoals wij zijn begonnen, maar wij zijn begonnen alleen met examenklassen. En zij zijn begonnen, een beetje groter begonnen. En ze hebben ons dus, laten we zeggen, het was een meeting tussen mijn staf en hun staf. Dus het was een hele goede meeting. Dus dat moeten we vaker doen, kijken wat de CARICOM doet. En met elkaar in vergadering gaan. Dus het was een mooie vergadering. Mijn staf was volledig aanwezig. Dus ze vonden het fantastisch om ook met hun collega's van Jamaica te praten. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Wij spraken haar vanmorgen voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.